Kijk even naar deze fantastische controller. Het was een op-is-op actie. Voor 80 euro kon je deze controller kopen en dat was heel snel uitverkocht. Een aantal webshops in Nederland verkochten deze Astrobot controller. En ja, ik ben heel blij dat ik deze snel heb kunnen pre-orderen. Maar deze game is geweldig. Namelijk de game die bij deze controller hoort, genaamd Astrobot. Ja, misschien ken je Astro Play wel. Dat was dus een soort van kleinere variant van dit spel. Dit is een volledig groot spel. Althans, Astro Play was ook volledig. Maar deze heeft toch wel, ja, laten we zeggen 15 tot 20 uur aan gameplay. En heel veel levels die je kan doen. Dit is het allereerste level en ik wil het even laten zien, zodat jullie weten wat voor soort game dit is. In de zwevende tuin. Ja, dit is het level waar je mee begint. Nou, eigenlijk is er helemaal geen uitleg over het spel. Het verhaal is als volgt. Er is een PlayStation 5. En dat is dus eigenlijk het moederschip van deze Astrobots. Want dit is dus een Astrobot die je ziet. En op een gegeven moment wordt hij dus aangevallen door een random alien. En die alien, ja, dat is eigenlijk de bad guy van de game. En die zorgt ervoor dat de hele PlayStation 5 gaat neerstorten. En dat alle onderdelen verspreid zijn. Ook de bots zijn verspreid die je moet bevrijden over al deze werelden met allerlei monsters. Nou ja, monsters, allerlei alienachtige wezens, laten we het zo zeggen. Je hebt dus verschillende vaardigheden die je kan gebruiken in Astrobot. Zo kan je dus vliegen en soms krijg je ook allerlei hulpmiddelen om je poppetje sterker te maken. Nou ja, je moet die puzzeltjes moet je vangen, die puzzelstukjes. En het zijn eigenlijk allerlei kleine opdrachten die je doet om het level uiteindelijk te halen. Ja, wat hebben we hier? Een bloem. Daarvoor moeten we vierkantje ingedrukt houden en een rotsslag geven aan dat ding, waardoor we met allerlei balletjes naar beneden gaan. Kijk hoe droog dit eruit ziet. Heerlijk. Ja, dit is toch fantastisch. Je hoort ook geluid uit de controle komen. En dan gaan we naar beneden in deze splash. Hoppakee. En hier onder water kunnen we allerlei muntjes vangen. En de levels zijn ontzettend gevarieerd. En er zijn allerlei PlayStation-karakters zijn dus verspreid over de levels. En die moet je dus ook gaan bevrijden. Nou, we gaan dus even die rits opentrekken. Want wat zit erin? Een schatkist. Snel openen en we krijgen dus een hulpmiddel, een gadget. En hiermee kunnen we dus hoger opkomen. We kunnen een ballon maken ervan, of eigenlijk op laten blazen. Uiteindelijk kunnen we hem laten leeglopen en dan kunnen we naar beneden toe. Zo, gaan we hier naar boven. En dan kunnen we deze ook gebruiken. Zo, al die muntjes pakken, want die zijn het belangrijkst. Dan gaan we hier naar boven toe, want daar moeten we ook naartoe. Hoppakee. Uiteindelijk gaan we dit halen. Oeh, net hoor, net. Nou, als dit een speedrun was, dan had ik hem al gewonnen. En hier gaan we dit kapot maken. En dan hebben wij het level voltooid. En zo zijn de levels dus heel erg gevarieerd. Het lijkt me ook heel leuk om een level te doen die ik nog niet eerder heb gedaan op de video. Dus we gaan er snel naartoe naar een nieuw level voor mij. Ja, dit zijn de werelddelen. De gorilla nevel. Dat is dus eigenlijk de eerste land. De eerste plek waar je komt. Deze planeet. En we gaan nu naar deze. En dit is dus zeg maar de tentakelstelsel. Ja. En daarin zijn dus een aantal levels. En waarvan ik er nog eentje moet doen. Die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dat is de kleine verrassing. En ik weet niet wat me te wachten staat. Maar we gaan het snel zien en ontdekken. Het heeft te maken met kaas. Ja. Oh, dit ziet er best wel leuk uit. Een kleine verrassing. Wat is de verrassing dan? Zijn het die potjes? Hoor ook die muziek. Die muziek is zo goed. Die muziek is zo leuk in de game. Oké, we kunnen de kaas slopen. We kunnen kleiner maken. En er komt ook wat uit. Wat is het? Een gadget. Het is een muis. Oh, oké. Is dit de bedoeling? Hallo? Ik verander gewoon in een muis. Het kan gewoon, maar ik dacht dit wordt gevaarlijk. Wat gaaf dit. Wat gaaf dit. Alles is zo groot geworden in één keer. Kan ik ook... Ik kan ook weer groter worden. Wat is dat gaaf, zeg. Die switch die je maakt in één keer. En een mol. Oké, meneer de mol, wat ga je doen? Niks. Oké, we kunnen op de bloemen staan. Normaal kan je die kapot stampen. En hier nog een grote munt. En als we hier op staan, dan zie je dus geen munten meer. Dus je moet eigenlijk dingen gaan ontdekken op die manier. Oké, gaan we hier naar boven toe? Gaat dat zomaar? Maar ik denk als we kleiner worden, dat het wel lukt. Let op, hè. We gaan via de blaadjes. Dit is wel heel creatief gedaan, hè. Dit is echt heel creatief gedaan. Gaan we dus naar boven hier. Pam, padam, pam, pam, pam. Zo. En via hier gaan we dan naar boven. En dan zijn we ook bovenaan. Zo. Dit lijkt wel een beetje op een bepaalde game. Ja, een bepaalde
Mario game. Kennen we het een beetje? Ik ben trouwens wel dood gegaan. Dus ik moet even een stukje opnieuw doen, maar dat geeft niet. We gaan eens kijken of deze monstertjes... Je mag ze niet aanraken, dat is de regel nummer 1. Raak deze figuurtjes zeker niet aan. Even wachten. Ja. En gaan. Oh, het duurt eventjes voordat je ze raakt. Oeh, kijk uit. Oeh. Oké. Alleen die twee nog. En dan die voorste nog. Oh, chips. Je mag ook niet geraakt worden door de eerste. Jij bent een hele schattige kat. Maar als ik kleiner word, ga je me dan opeten? Ik ben wel een muisje natuurlijk. Kijk, wat is dit? Oké. Kunnen we hier wat mee doen met dat ding? Ja. Oh, ik kan een fotootje maken als muisje. Wat schattig. Kom allemaal katjes kijken. Oké, niet loeren. Ik ben niet... Nee, ik ben niet op te eten. Wegwezen, wegwezen. Ja, we gaan dus even wat groter worden en natuurlijk weer kleiner om die muntjes te kunnen pakken en er onderdoor te gaan. Oké, en hier beneden ook. Al die muntjes kunnen we allemaal oppakken. Tenzij we natuurlijk groot zijn, dan lukt dat niet. Deze kunnen we slopen. Allemaal appeltjes. En die appeltjes zijn natuurlijk ontzettend groot, maar we kunnen hier ook onderdoor gaan. Wat is hier dan weer? Ik heb geen idee, maar ook weer appeltjes. En dit kunnen we kapot maken. En dan komen we bij een spel... Oh, daar zit een bot. En die bots moet je dus bevrijden. Dit is de eerste, maar ik ben er dus één vergeten. En ze komen ook daadwerkelijk in je controller zitten. En je kan ze ook omhoog gooien. En dan komen ze weer terug in je controller. Super gaaf gedaan. Maar ja, er staat wel een tekentje dat ik dus blijkbaar eentje mis. Ik mis eentje. Wat doen jullie dan? Jullie zijn gewoon spinnetjes. Oké, niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik mis dus één zo'n bordje en die zit waarschijnlijk ergens verstopt. Ik zie hem al zitten daar. Ik zie hem al zitten. Nou, dan gaan we jou bevrijden. Lukt dit? Dit gaat niet werken. Wacht even, als ik dan kleiner word. Heb jij nou serieus een speen in? Een paddenstoel met een speen in zijn mond. Wacht nou, als ik nou eens nu het kapot maak. Oh, wacht even. Ik ga door die tralies heen. Ik kan er toch doorheen, toch? Kijk, en dan word ik nu groter. Juist! Dat is mooi. We hebben weer een nieuwe bot. Hebben we bevrijd. En dat is waarschijnlijk de nummer 1, inderdaad. Er zitten nu 2 in mijn controller. Dit gaat de goede kant op. We kunnen hier ook aan trekken. En dan gebeurt er weer wat. Ik heb geen idee wat. Oeh, ik moet kleiner worden. En als ik nou dit doe, dan kan ik draaien naar beneden. Oh jee. Oh jee. Allemaal muisjes, maar ze zijn een stuk groter. En ik weet niet of ze mij kwaad doen. Volgens mij doen ze helemaal niks, toch? Nee, ze doen helemaal niks. Oké, die en die. Die moeten we hebben natuurlijk. Veel meer munten. En die andere was een schedeltje. Dus ik denk niet dat we dan geluk gaan krijgen. Waar gaan we nu precies heen? Want het level is groot genoeg. Kunnen we ook op de plantjes staan weer? Wellicht dat er wel weer muntjes op komen. Je weet het niet. Ja, kijk, een muntje. Ja, het is maar één muntje. Maar toe, alle kleine beetjes helpen. En hier gaan we naar boven toe. Oké. Als een klein guppie, muisje, gaan we hier naartoe. Oh jee. Yes! En alles kapot slaan. Het zijn allemaal wel kleinere levels. Maar als je een beetje alles gaat uitzoeken, dan oogt het of dan zijn het uiteindelijk wel grote levels. Hier nog een muntje en een kaashanddoek. Natuurlijk een kaashanddoek, mag niet ontbreken. En ik zie allerlei muntjes. En eigenlijk is de hint dat je dan als klein huisje daar naartoe moet gaan. Maar ik zie hieronder ook nog allemaal muntjes. Ja, en die muntjes, wat kan je daar nou mee? Je kan dus allerlei voorwerpen kopen in een pinbalautomaatje. Of in zo'n ballengrijpkraam. En dan kan je dus zeg maar... Oh jee, alle was eraf. Dan kan je dus zeg maar een voorwerp kopen voor karakters. We gaan hier eens even langs de buis. Dit is gaaf. Dit is heel gaaf. En dan komen we hieruit. En we zitten nu binnen in dat gebouw. En die kan groter worden. Kan dat niet? Ik mag niet groter worden. Ik ben gewoon permanent... Oh, hier mag ik wel groter worden. Kijk hoor. Hierop staat ook allerlei... Wat is dit nou weer? Oh, niks. Dit kunnen we ook niet openen. Dan gaan we dit wel even pakken zo. Kijk, muntjes. Heel veel muntjes. Met ook een dino. En er zitten ook leuke PlayStation referenties in de game. Alleen ja, je moet wel af en toe geluk hebben dat je eentje herkent. Want er zijn zoveel personages uit de PlayStation wereld. Dat dat soms een beetje lastig is om te kijken welk personage, wie is nou wie. Ik heb nog kaas hier. Oké, die muisjes doen verder helemaal niks. Gewoon lekker chillen. En wij moeten natuurlijk hier naar buiten toe. Zo, dan gaan we dat ook doen ook. Oh, oké, dat was een heel groot hoofd. Van een bot. Die zit daar. En dat is nummer 3 of nummer 4 die we hebben bevrijd. Nummer 4. We hebben eentje vergeten. Ik weet nog niet wie. Maar de joystick begint aardig vol te raken. Ze zijn lekker aan de picknick hier ook. En dat voor de vijand. En ik denk dat we hier naar boven gaan als ik het zo mag zien.
Oké, let's go. Hier zo, op de paddenstoeltjes. Gaan we klimmen. Op de blaadjes. En als je te lang op de blaadjes staat, volgens mij klappen ze dan in. Dus ik moet een beetje tempo maken. Dan kunnen wij nog hoger? We kunnen zeker hoger. Oh, dat was minder. Ja, opnieuw. Ik heb dus een bot gevonden en die zat hier in het nest, bovenaan de boom. Koninklijke oproller maakt een ster van je. En ik kan even kijken, maar wie is dit? Weet iemand wie dit is? Ik heb geen idee. Een bepaald karakter dus, blijkbaar. Nou, wat is verstandig? Gewoon als groot poppetje even verder gaan natuurlijk. En we hebben hier ook weer wat doosjes die we kunnen kapotmaken. Met allemaal eikeltjes erin. Oké, laat Chip en Dilde. Maar wie is dit? Wat is dit nou weer? Oké. Ik gooi het weg en het is ook daadwerkelijk kwijt. Oké. Misschien was het wel een hele waardevolle schat. En ben ik hem nu gewoon kwijt? Ik ben hem nu gewoon kwijt. Ja, we gaan hier eens in. Is dit een slot? Ik denk het wel. En opengebroken en al. Gaan we eens kijken wat hier nou weer te halen is. Een plateautje. Oké. Een of andere machine. Je hoort ook die geluidjes komen uit de controller. Al die extra geluidjes uit de game. We gaan even... Oh, nee! Dat gaat goed komen. Zo, dan gaan we even naar de volgende springen. Dat was vliegen in dit geval. Zo. Dan gaan we hierop. Yes! En dan gaan we via die soort van... Is het een klok? Ik denk het wel. Oh, blijf erop staan, blijf erop staan. Je hoort het ook uit die controle komen. Zo, dan gaan we hier naar boven. Yes, op de tandwielen. Wat krijgen we hier dan weer? Allerlei muntjes. Ja, die muntjes zijn heel verslavend om te verzamelen. Hoe meer, hoe beter. En wat krijgen we hier? Een duifje. Jij bent echt heel eng nu. Ja, dat zijn grote, grote duifjes. Oké, we gaan hier naar boven toe. Dan gaan we weer via dit schroefje gaan we naar boven toe. Zo. En dan kunnen we weer verder gaan op dit tandwiel. Het is een klok. Dan gaan we daar naartoe. Ik zag net wat trouwens. Wat zag ik net daar beneden? Was het een bot? Ik weet het niet. Oh jee, we gaan met de duif nog verder naar boven. En wil je me droppen daar? Alsjeblieft. Dankjewel. Ik weet niet wat het is. Maar ik weet wel dat we hier ook iets hebben van de antenne. Oh, niet vallen, niet vallen. Hier ook muntjes. Grote muntjes. Nog beter trouwens dan die kleinere. En dan kunnen we hier dus klein worden. En dan kunnen we hier in dat gat. Is het... Wacht even. Wonen hier duifjes of zo? Ik heb ze bevrijd. En dit was hem. Dit was het level. Hoe goed. Alleen niet alle bots gevonden. Die zaten dus blijkbaar een soort van... Ja, verscholen of verstopt in het level. En op goede timing maken we dat kapot en krijgen we wat extra muntjes ervoor. Dit was leuk. Een mooi level. Maar ja, ik moet het nog wel een keer opnieuw bezoeken om alles te kunnen halen. Want ik wil wel voor de 100%. Dit was Astrobot. En zo bestaat deze game uit heel veel landen, uit heel veel werelden, uit heel veel levels. Je moet 300 van die bots verzamelen. Dan heb je de hele game volledig 100% uitgespeeld met nog heel veel extra's. Maar wat mij betreft is dit wel echt de leukste game van dit jaar. Laat het weten in de comments wat jij van deze game vindt en of je hem gaat spelen. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En ik ga hem ook vaak streamen, dus kom kijken op twitch.tv/davinstogames. Supergezellig. Doeg!